Hoi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe kletsvideo. Ik krijg van jullie een heleboel vragen over allerlei vrouwentopics, zoals zelfverzekerdheid en self-image en liefde en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik bundel die in één video waarin ik gewoon klets zoals ik altijd doe. Ik hoop dat je het leuk en gezellig vindt en let's do this. Hoe zorg je dat je zelfverzekerd bent en hoe blijf je jezelf? Ja, zelfverzekerd zijn is echt iets wat ik mezelf ook heb moeten aanleren. Toen ik op de middelbare school zat, vond ik mezelf totaal niet cool en niet knap genoeg. En ik denk dat heel veel van ons dat zullen herkennen. Je bent dan zo zoekende waar je thuis hoort en in welk hokje je past en wat mensen van je denken en zo. Dus een positief zelfbeeld is echt iets wat ik mezelf heb aangeleerd. En het fijne is ook dat het iets is wat je echt een beetje kan oefenen, zelfverzekerdheid. Wat mij heel erg helpt is te proberen me bewust te zijn van negatieve gedachten over situaties of over mezelf. En daar een positieve draai aan te geven. Want hoe je naar dingen kijkt, dat is iets waar je wel zelf invloed op hebt. Dus je negatieve gedachten proberen te verminderen. Dus stel je denkt, oh, wat ben ik vandaag toch lelijk en dik of zoiets, ik zeg maar wat. Dan is er ongetwijfeld een gedachte die net zo waar is of meer waar is, die je ook tegen jezelf kunt zeggen. Iets wat ik ook heb geleerd om een soort van zacht naar jezelf te zijn. Dus jezelf niet te streng toe te spreken als dingen niet goed gaan. En de lat niet extreem hoog voor mezelf te leggen op een punt waar het toch nooit haalbaar gaat zijn. Want ik heb voor andere mensen altijd best wel wat begrip. Maar voor mezelf ben ik zo kritisch en zo hard. En dat zorgt er toch voor dat je minder zelfverzekerd wordt. Dus ik probeer nu vriendelijker naar mezelf te zijn. En dat helpt heel erg. Hoe blijf je jezelf? Je bent gewoon jezelf. Dus ja, ik denk wat dat betreft gewoon niet te veel naar anderen luisteren. Adviezen zijn altijd fijn. En je hebt vast een paar dierbare vrienden. Waar je dingen mee bespreekt. Maar probeer vooral altijd echt naar jezelf en je eerste intuïtie te luisteren. Want je eerste gevoel is bijna altijd juist. Je hebt natuurlijk sinds de tijd een relatie. Werd je daarvoor onzeker als andere meisjes om je heen wel een vriendje hadden en jij niet? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Want nu ik zeg maar heel erg verliefd ben en een verkering heb, voelt dat voor mij een beetje als het nieuwe normaal. Maar hiervoor was ik toch zeker 4 of 5 jaar single. Ik date natuurlijk wel en dat was ook superleuk. En de tijd alleen heb ik ook als heel waardevol ervaren. Maar dat is zeker ook best wel moeilijk. Je mist toch soms dan gezelschap of even tegen iemand aan kunnen liggen in bed of dingen te bespreken. Gewoon die intieme dingen. Dus ik miste dat ook echt op een gegeven moment. En als ik dan mensen zag die een hele leuke relatie hadden en allemaal leuke dingen samen deden, dan steekt dat soms wel een beetje. En dacht ik, oh, wat zou er dan met mij aan de hand zijn dat het mij niet lukt? Of zou ik überhaupt ooit wel iemand vinden die wel bij mij past en die ook op mij gaat zijn? Toen ik dat los heb gelaten en dacht, het komt zoals het komt, ik probeer gewoon gelukkig te zijn met mezelf. Toen was ik natuurlijk ook in een fijnere, betere, positievere vibe. En dat was ook het moment dat ik mijn vriend tegenkwam. Hoe ben je veranderd nu dat je een relatie hebt? Ik heb het idee dat ik een stuk stabieler ben. Ik ben als persoon best wel chaotisch en echt een gevoelsmens. En mijn gedachten gaan de hele dag alle kanten op. En als je nu het leven een beetje met iemand deelt, betekent het ook dat je niet meer zelf op nummer 1 staat. Je deelt dingen met z'n tweeën. Dus je bent een beetje gedwongen om meer structuur aan te brengen en je meer open te stellen. Je wordt gedwongen om dingen te delen en je gevoel te laten zien. Anders werkt een relatie namelijk niet. In je eentje zit je heel snel in je soort van makkelijke patronen en dingen die voor jou goed werken. Je kunt een stukje egoïstischer zijn dan. Dus dat kan ik nu minder. En ik denk dat dat best wel goed is voor mij. Want ik werk natuurlijk ook in een wereld waarin dingen al om mij draaien. Dus het is best wel lekker dat iemand me weer met beide benen op de grond brengt. Ik voel me bijna schuldig omdat ik natuurlijk ooit iemand was die dus niet een relatie had en dit heel moeilijk vond van anderen om te horen, maar het is toch de waarheid. Dus ja, het is toch ook eerlijk om te zeggen dat ik nu echt gelukkiger ben en gewoon toch wel het idee heb dat ik mijn ware liefde heb gevonden. Dus dat is wel heel leuk. Voel je je wel eens onzeker en waarover dan? Ja. Ik denk dat het super menselijk is. Of het naar de buitenkant of aan de binnenkant zit. Over het algemeen moet ik zeggen dat ik best wel zelfverzekerd ben. En best wel positief in het leven sta. Dus ik heb daar niet heel veel last van of zo. Qua oppervlakkige dingen denk ik vooral dat ik me heel onzeker voel als mijn huid er niet goed uitziet. Ik heb soms van die periodes dat mijn huid er super goed uitziet. En periodes dat ik bijvoorbeeld heel veel in de make-up ga voor tv-opnames en shoots. En dan ziet het er gewoon helemaal droog uit. En dan heb ik veel plekjes en vlekjes. En dan voel ik me zo aan relaxed. En dan heb ik ook het idee dat iedereen het ziet. Ik heb hier nu bijvoorbeeld een plekje. Hallo.
Verder zit het vooral toch wel aan de binnenkant. Bijvoorbeeld dat ik dan toch het gevoel heb dat ik mijn werk niet goed genoeg doe. Of dat ik niet hard genoeg groei. Of dat andere mensen dingen sneller en beter en toffer en mooier doen. Ook bijvoorbeeld, ben ik wel een goede vriendin voor mijn vriendje of voor mijn vriendinnen? Ben ik lief genoeg voor mijn ouders en zie ik ze genoeg? Dus het zit vooral in de twijfels van, ben ik genoeg in wat ik doe? En ik denk dat dat wel heel herkenbaar is voor veel vrouwen. Hoe zie je er met kleding zelfverzekerd en goed uit, ondanks dat je dat niet altijd bent? Kleding is voor mij ook echt zo'n soort superpower waarbij je iets aantrekt om je stemming en je gevoel over jezelf een beetje naar een hoger niveau te tillen. En het is ook een beetje een soort harnas. Je kunt een laagje tussen jezelf en de wereld creëren. En ook laten zien, bam, hier ben ik. Ook al voel je je misschien niet altijd zo. En dat heeft ook echt een wisselwerking op de binnenkant. Wat ik dan altijd doe is eigenlijk twee dingen vooral. Ik kies kleuren en prints die mij opvrolijken. Ik word bijvoorbeeld heel vrolijk van roze of van dingen met glitters of van dingen met sterren. Of gewoon van een hele mooie, rijke, warme kleur zoals okergeel of donkerblauw. Kleuren hebben natuurlijk bewezen een invloed op je stemming. En daarbij werkt het bij mij altijd goed als ik een fellere kleur kies om me meer uitgesproken te voelen. Dus als ik een belangrijke afspraak heb of zo, dan kies ik ook altijd voor kleur. En wat ook voor mij heel erg helpt is om fijne, zachte, natuurlijke materialen te dragen. Dus bijvoorbeeld een mooi katoenen t-shirt of een hele zachte wollen trui. Of zo'n klassieke jeans van echt een mooie stevige denim. Want ik haal dan een soort zelfvertrouwen uit de kwaliteit van die stof. Het voelt voor mij dan luxe en puur en echt. En dat heeft ook zijn weerslag op hoe ik me voel. Krijg je wel eens haatcomments en hoe ga je daarmee om? Ik moet zeggen dat, ik heb dat vaker gezegd, maar dat ik op YouTube en Instagram echt een hele positieve community heb. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest en dat vind ik super fijn en daar ben ik super dankbaar voor. Maar natuurlijk heeft iedereen wel eens haat als op internet. En ik weet nog wel dat ik dat in de beginjaren heel heftig vond en echt dacht, die mensen kennen mij helemaal niet. Hoe kunnen ze nou zo'n mening over mij hebben en het klopt niet? En dan dacht ik, oh, zal ik me hierin gaan mengen? Maar dat moet je nooit doen. Dat er mensen dan dingen over je lichaam zeggen. Bijvoorbeeld dat je lelijke knieën hebt, heb ik wel eens gehad. Of dat iemand zei, oh, wat een mooi lichaam, maar wat een lelijk hoofd. En dat iemand zei, nee, alleen haar benen zijn dik. En dat iemand anders dan zei, nee, alleen haar enkels. En ik dacht echt, Jezus Christus. En dan ga je kijken wie die mensen dan zelf zijn en dan denk ik, alsof we hier met Anna Cindy Crawfords te maken hebben, maar oké. Daar moet ik gewoon heel erg om lachen. Maar ik moet zeggen dat ik altijd wel met een heel liefdevol gevoel aan mijn volgers denk. Vind je dat je een voorbeeldfunctie op YouTube hebt en wat wil je het allerliefste bereiken? Ja, ik vind eigenlijk van wel. Ik vind dat als je een kanaal hebt met aardig wat volgers, dat daar een verantwoordelijkheid bij komt kijken. Ik heb een grotere stem dan anderen op het internet en ik vind ook dat ik die moet gebruiken om dingen die ik belangrijk vind een plekje te geven. Dus het leuke aan mijn kanaal, en dat is natuurlijk ook wat ik eigenlijk wil bereiken, is dat ik allerlei vrouwenonderwerpen kan uitlichten. Dus ik kan het hebben over een fantastische nieuwe mascara of een goede jeans waar je beelden perfect in uitziet. Maar ik kan het ook hebben over waarom vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Of hoe je een stap dichter bij je dromen komt op carrièrevlak. Over de liefde en heartbreak. Ik vind het zelf gewoon interessant om die mix aan te gaan, omdat wij vrouwen ook gewoon zo werken. We zijn met allerlei dingen bezig in ons hoofd. En het gaat niet alleen om de buitenkant. Dus ik vind zeker dat het belangrijk is om te laten zien hoe we er mooi uit kunnen zien. En dat je van mooie dingen mag genieten. Maar ook dat het belangrijk is om slim en grappig en een goed en leuk mens te zijn als vrouw. Dat waren ze. En heb je nou nieuwe vragen in gedachten? Stel ze dan zeker even in de comments hieronder. Als je deze video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal. Dan zie je heel snel meer van dit soort video's. Tot de volgende keer. Doei!